Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik weer reageren op een video van Clean Nutrition. Maar dan ga ik reageren op de deadlift in plaats van het bankdrukken. Want in de vorige video had ik gereageerd op het bankdrukken. Die video werd heel goed ontvangen, dus daar ben ik super blij mee. En ik hoop dat deze video ook heel erg informatief voor jullie is. En dat jullie hier iets van kunnen leren. Ten eerste, dit is weer geen haat. Dit is een objectieve kijk naar de informatie die wordt gegeven. Ik ken hun niet eens als persoon, dus dit is niet naar hun gericht. Dit is puur naar de informatie van hun gericht. Ik heb de video nog niet gekeken, dus laten we samen gaan kijken. En ik ben benieuwd. Nou, ik spoel even door, want dan gaan we naar het informatieve gedeelte. En dat is volgens mij hier zo. We zijn even de bilspier aan het activeren. Op de zij liggen. Je brengt je knie naar voren. Hier hebben ze het over activatieoefeningen. Nou zijn activatieoefeningen zoals deze niet nodig. Want als jij staat is jouw hele lichaam al actief. Als jij omvalt dan heb je misschien een niet actieve bilspier. Maar als jij iemand bent die normaal kan lopen, die normaal kan staan zonder om te vallen, dan is jouw bilspier al actief. Dus er is geen reden om hem te activeren. Ook gaat het geen blessures voorkomen. Daar is geen bewijs voor. En vervolgens trek je been achter je naar boven. Hou je even vast. Doe je 10 herhalingen per kant. Wat ook een methode is dat je naar voren komt zitten. En je been naar buiten tilt. Zo moet je hem ook staan. Staand. Dit zijn eigenlijk dus de warming-up oefeningen. Ja. De boel te activeren. Zeker als je last hebt van je onderrug. Wat wij allebei hebben. Ja, dat is dus geen bewijs dat dit soort oefeningen helpen met onderrugklachten. Je moet beseffen dat pijn veel groter is dan alleen een spier die niet actief is. Als jij het biopsychosocial model erbij gaat pakken, dus deze, dan zie jij dat pijn veel breder is dan alleen een niet actieve spier. Heel kort gezegd, er zijn biologische, sociale en psychologische factoren die pijn kunnen veroorzaken of pijn kunnen aanhouden. En dan biologisch is natuurlijk de weefsels in je lichaam, dus je structuur. Dus bijvoorbeeld een spier die te veel stress heeft gehad, heb je sociaal. Dus je sociale leven buiten de gym om, bijvoorbeeld vrienden, familie, relaties met mensen. Als je daar stress van krijgt, dan gaat jouw pijntolerantie die verandert, waardoor je eerder pijn kan voelen. Verder psychologisch, dus je kan bijvoorbeeld denken dat iets pijn gaat doen. Je kan in bepaald iets geloven, waardoor het negatief of positief werkt. Dus als ik geloof van dit soort oefeningen die hun doen, die activatieoefeningen die helpen, kans is er dat mijn pijn minder is, omdat het een placebo-effect opwekt. Maar het kan ook zo zijn dat het juist het tegenovergestelde is. Dus als jij ergens bang voor bent, als je denkt van, oh, dit squatgewicht gaat misschien wel pijn doen. Dan kan je ook pijn ervaren. En dat noemen we dan nocebo. Van de rug hol. Dat is helemaal niet gezond. Je rug moet in een rechte positie zitten. En vanuit daar ga je deadlift. Zit de boel strak en dus niet. Ja, dus je hoeft geen neutrale rug te gebruiken om blessures te voorkomen. Dat is een heel oud iets wat al debunked is met bewijs, met studies. Dus al het tegenovergestelde is bewezen. Dus je hoeft niet per se een rechte rug te behouden. Ja, het is efficiënt. Je bent er waarschijnlijk ietsje sterker mee dan een holle rug. Maar het is niet per se gezonder of beter in verband met blessures. Dat is niet waar. Even dit. Er zijn genoeg studies, je kan het gewoon opzoeken. Als je vragen hebt, laat even weten in de comments, dan link ik even een studie. Maar er zijn genoeg studies en meta-analyses die zeggen dat jouw stand, dus jouw techniek en jouw positie van je lichaam, een hele slechte correlatie heeft met pijn. Schouderbreedte. En wat je doet is je brengt je heupen naar achter. Dan zak je door je knieën totdat je de stang kan grijpen. Dat is de ideale positie. Ja, als je mijn video over je startpositie met de deadlift al hebt gezien, dan geef ik precies dezelfde tip hier ook. Dat is je heupen naar achter duwen en dan pas je knieën naar voren laten gaan. Op die manier is het 1 makkelijker om je startpositie, goede startpositie te vinden. En 2 om ook met een rechtere rug te starten, waardoor je lockout wat beter gaat. Je kont gaan laten zakken. Want de meeste mensen zijn in die positie helemaal niet sterk. En wat er gebeurt, is dat je voorover schiet, je heup komt omhoog en dan ga je tillen. En door die beweging kom je ook in voorover te vallen. Dus wat je wilt, is film jezelf een keer van de zijkant.
Kijk waar je onder Dat is een hele goede tip. Als jij te laag met je heupen start, dan schieten ze vaak eerder omhoog. Omdat die hoge positie sterker is voor jouw lichaam. Dus je kan net zo goed iets hoger starten. Want als je te laag start met je heupen, dan schieten ze dus omhoog. Dan kan je ten eerste balans verliezen en je rug kan gaan bollen, waardoor je lockout verslechtert. Ja, maar over de grip zijn er drie manieren. Dubbel overhand, dus gewoon normaal vasthouden. Maar dat wordt op een gegeven moment behoorlijk snel zwaar. Dus wat veel mensen doen, is om en om. Als dat niet fijn is, is het mogelijk om hoekgrip te gebruiken. Op mijn duim. En dit is niet, er is nog nooit iemand geweest die hem eraf heeft. Dus je kan verschillende soort grip gebruiken bij deadlifts. Je hebt dan natuurlijk double overhand, mixed of om en om. Of hoek. Je kan ook straps gebruiken. Dat is wat ik vaak aanraad voor mensen die geen wedstrijden doen. Want op een wedstrijd mag je geen straps gebruiken. Dus als jouw grip een beperkende factor is in een bepaalde oefening, of dan deadlifts zijn of pulldowns of rows, gebruik gewoon straps. Want je wilt niet dat je grip een beperkende factor is als je geen powerlifter bent. Is ook het brezen van je romp. En houdt in dat je core strak zet. Alsof je een klap van iemand in je buik wilt opvangen. Zet je de boel strak. Maak je gebruik van een mooie gouden SWD-riem. Dan heb je tegendruk en dan heb je nog wat extra stabiliteit. En dat vergt nog meer, dat voelt gewoon nog strakker, zeg maar. Ja, dus ook wel een goed is, je wilt natuurlijk brezen om rompstijfheid te creëren. Op die manier is jouw romp wat letterlijk stijver. En dan is de kans dat jouw rug gaat hollen of bollen wat kleiner. Omdat al jouw spieren in je romp actief aan het stabiliseren zijn. Waardoor je niet gemakkelijk bijvoorbeeld in een squat voorover valt. Of dat je hyperextensie krijgt, dus dat je rug gaat hollen. Dus wat je wilt doen, is je belt inderdaad omdoen. Belangrijk is om eerst uit te blazen, zodat jouw ribbenkast omlaag gaat. Dan die belt omdoen, dan zit je al in een goede positie waar je ribbenkast niet naar boven staat geleund of gericht, maar daaronder. Op die manier kan je meer rompstijfheid krijgen en dus ook beter prezen. En je wilt die belt goed gebruiken om voor externe feedback. Dus er zit een belt om jouw romp heen en op die manier is het makkelijker om in die belt te duwen. Wat je ons allemaal heel goed ziet, is dat we allemaal de armen gewoon gestrekt houden. Dat is heel belangrijk. Dus bij het liften, je armen zijn gewoon twee takels. Wij zijn gewoon helemaal slungerig en die blijven recht. Je zet ze nooit op spanning. Dan heb je kans dat je bicep afschudt en je maakt de lift gewoon veel zwaarder. Ja, dus je wilt je armen gestrekt houden en je schouders ook wat meer naar voren. Dus als jouw bovenrug een beetje lijkt te bollen, is het vaak juist gewoon schouderprotractie. Oftewel, je schouders gaan naar voren zoals dit. Dit is bolling en dit is protractie, je schouders naar voren. Je wilt je armen dus lang houden, armen gestrekt, armen lang en inderdaad als takels aan de bar vasthouden. Want je wilt niet extra range of motion hoeven te doen door jouw armen te buigen. Je hoeft hem niet zo omhoog te tillen. Gewoon je armen laten hangen. Alleen focus op je grip. Laatste puntje dat ik ga geven is dat je dus niet in één keer die stang eruit moet rammen. Je moet een beetje spanning opbouwen. Wat ik daarmee bedoel is dat je niet vanuit het niks in één keer erin moet klappen. Tenzij je heel ervaren bent en dat echt jouw techniek is. Het is het beste om de spanning geleidelijk op te bouwen. Zelf als bij andere dingen. Dat is eigenlijk niet wat ik doe. Niet droog dat erin. Is, ik ram hem erin. Ja, dat is het beter om af te leren en iets voorzichtiger te doen. Als hij over spanning praat, dan ga ik ervan uit dat hij over slack praat. Als je geen idee hebt wat slackpoelen is, bekijk dan even de video over slackpoelen die ik zelf heb gemaakt. Met betrekking tot de deadlift. Wat je eigenlijk wilt doen, is je wilt de stang een beetje buigen voordat die van de grond afgaat. Op die manier heb je wat meer spanning in heel je lijf. Waardoor je startpositie behouden wat makkelijker gaat. Je gaat een beetje glijden, even een beetje magnesium pakken. Ja, nog een goed punt. Je kan ook magnesium gebruiken als jouw grip wat slecht is of de bar wat glad is. Kan je magnesium gebruiken? Er zijn wel verschillende soorten magnesium. Veel mensen denken dat magnesium van elk merk hetzelfde is. Nee, dat is zeker niet waar. Je hebt goedkoop magnesium, maar je hebt wat duurdere. Die duurdere is wat puurder. Dus als je die op je hand doet, dan voel je echt dat het een beetje stikt. Dus alsof het een beetje plakt. En die chalk wil je hebben. Die chalk kun je trouwens kopen op Rogue. Ik zal het even bijpakken. Kijk, deze magnesium is echt
Heel goed. Dus ik zal iedereen aanraden, als je magnesium gaat kopen, haal deze van Rogue. Deze is niet eens zo heel erg duur, maar hij is wel echt heel goed. Nee. Dit is 2,20. Ik denk, nou, ik til me heel even op om te kijken. Maar dan moet je ook weten wanneer je moet loslaten. Ja, en dat is Joël precies het goede moment hier zo. Hij komt wel iets los, hij merkt dat ze de houding meegeeft en hij laat hem gewoon los. Ja, hij zegt nu, je moet weten wanneer je moet loslaten. Ik zou zeggen, je moet weten wanneer je moet gaan maxen. Zo vaak maxen is ten eerste onnodig en misschien zelfs ook nog wel gevaarlijk en blessuregevoelig voor je lichaam. Dus ga goed periodiseren en kijken wanneer je wilt gaan maxen. Ga niet elke dag maxen, ga niet elke week maxen, ga niet elke maand maxen. Doe het een paar keer in het jaar. Vaak als je een powerlifter bent, doe je dat op wedstrijden dan. Maar zo vaak maxen is totaal niet nodig. Het is waarschijnlijk zelfs gevaarlijk en nadelig, omdat je ook zoveel vermoeidheid opbouwt. Je wordt er niet beter door, je wordt er niet sterker door. Dus ja, als je een goed schema volgt, dan faal je eigenlijk vrijwel nooit op squat, bench en deadlift. Echt om even te stoppen met je studie, hè? Ja, maar we stoppen ermee! Nou, verder is er niet heel veel informatie die wordt besproken in deze video. Dus ik wilde ook hierbij houden. Het was een korte video, kort maar krachtig. Ik heb alle informatie die ze hebben gegeven behandeld. Dus als je deze video nou leuk vindt, doe een duimpje omhoog. Abonneer als je er nog niet bent. Als je nou interesse hebt in powerlifting coaching of zelfs een stukje powerbuilding, dus als je sterker en gespierder wilt worden, stuur me even een e-mail op jordyvanheiningen@gmail.com of bekijk even mijn Instagram, jordylifts, of bekijk 9for9 coaching, dat is mijn coaching team, wat vooral gefocust is op powerlifters die ook wedstrijden willen doen. Dus als je echt wedstrijden willen doen, hou deze pagina ook goed in de gaten. Als je vragen hebt, zet ze in de comments. Ik beantwoord ze heel erg uitgebreid en dan zie ik jullie later.